Yo kijkers van ANF, fijn jullie kijken naar weer een gloednieuwe vlog. Ik wil zo in mijn blokken snijden. En verder gaan we even kijken wat de dag brengt. Die is klaar staat met hem voordat ik de Renault ga pakken. Ik pak graag altijd de Renault met blokken snijden, omdat die heeft de smallere wielen eronder. En die kan wat dichter aan de muur komen. Van de clubsilo. Daarom gebruik ik die. Zo. Nou, dan pakken we nu de Renault. Dan zullen we hem de passers neer in de achter maken. Dan kunnen we beginnen. Oh, jongens. Zo. Nou, dit wordt nog wat. Nog een moeilijke stappen namelijk. Zo, mooi. Goeiedag. Zo. Deze trekker is ook al een beetje sneller als het koud is. Daar heb je Klaas wat minder last van. Hier. Nou. Wat zullen we maar even ophalen? Ik neem jullie wel even mee naar buiten.
eerst het kleed maar afhouden, zeg maar, achter. Dat doe ik maar achter u. Maar eerst even controleren of er geen spanman eroverheen zit. Anders dan trek ik die kapot. Dus, Dan moet geen last van hem. Nou, dat zal ik in de heftruck pakken. Ik heb 3 blokken gesneden, 3,5 me. En ik heb de passagier er nou naar achter weg gedaan. Dames en heren, het is redelijk nat op Schonebeek. Dus ik ga nu eens een greppelvrees afhalen in de Erm. En dan gaan we met de greppelvrees in Schonebeek. Goed, ik ben nu in de Erm. Ik zal de greppelvrees er in mijn knoop. Goed, we gaan nu weer op pad naar Schonebeek toe. En dan zullen we de 9 grappelvrezen in buurt proberen. Zie ik jullie door. Goed, ik heb net de eerste sleuf gegraam. Ik ga nu naar pad toe om die hem te helpen.
hem nu hem afkappen. Eerst een steunpootjes maar eens naar beneden. Goed. Ik heb hem losgekabbeld en dan ga ik nou weer een huis. Oh shit. Kerkje. Oh, joh.